Ik ben boswachter Jeroen. Het najaar is dé tijd om biologische bloembollen te planten, zodat je in het voorjaar genoeg voedsel hebt voor de insecten. Ik laat je zien hoe je die bloembollen kan planten in je tuin, in je perk, in je buurt of zelfs op je balkon. Waarom is het nou zo belangrijk om biologische bloembollen te gebruiken? Bij niet-biologische bloembollen wordt heel veel gif gebruikt bij het kweken ervan. Dat is slecht voor het milieu, uiteraard. Maar het is ook zo dat dat gif wordt gebruikt om beestjes dood te maken. En wij willen nou juist bloemen om beestjes te helpen. Als ze van die bloemen eten van niet-biologische bloembollen, gaan ze vaak dood. En dat is precies niet wat we willen. Dus biologische bloembollen en anders niet. Wat heb je nodig? Uiteraard bloembollen. Een schepje is handig. Voor op je balkon potten en potgrond. Mijn bosje is in de straat, dus ik doe het hier in een perkje in de straat. Een bolletje, die moet ongeveer 3 keer zijn eigen grootte onder de grond. Dus maak een gaatje wat 3 keer zo diep is als de bol zelf. Deze is bijvoorbeeld veel kleiner, dus die hoeft minder diep. En het liefst met het puntje omhoog. Dan kost het minder tijd om boven de grond te komen. Dus de grootte onderin en de kleintjes wat hoger. Beetje toedekken. En dan na de winter komen hier mooie bolletjes. En in een pot doen we ook de grootste onderin. Dus de grote, die doe ik hier. Handje aarde eroverheen. Dan de minder grote. Netjes met de puntjes omhoog. Nog een handje aarde erop. En dan doen we daar de kleintjes in. Zorg dat hij genoeg water krijgt. Als je balkon droog is, geef ze dan water, want ze hebben echt water nodig om nu alvast wortels te maken voor het voorjaar. Dan kunnen ze dan gelijk groeien als het warmer wordt. Zet hem op!